welkom bij weer een nieuwe leesvlog. Het is maandag natuurlijk. 10:30? Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat het is. Maar in ieder geval, na een heel druk weekend, zoals ik in de vorige week leesvlog al zei, begon de dag ook weer lekker, want ik moest met het gezin naar de tandarts. Uiteindelijk ben ik, zonder Andries dan, want die is natuurlijk nog in Zweden. Uiteindelijk ben ik ook zonder Fenna gegaan, want die was zo oververmoeid van dit weekend. Die was gewoon helemaal misselijk vanmorgen. En ik zeg, duik je bed maar weer in. Jij moet even bijslapen. Dus ik ben met Amy en Thomas naar de tandarts geweest. Dat is altijd een hele onderneming, aangezien Thomas toch wel een lichtelijke fobie heeft voor de tandarts. Die heeft op jonge leeftijd al 2 kiezen moeten laten trekken. 1 keer zelfs in het ziekenhuis met een flink groep mensen die hem in een soort van wurggreep moesten houden. Maar het ging uiteindelijk allemaal goed vandaag. Dus dat lucht dan altijd wel weer op. Ik hou me vandaag verder rustig. Want na het weekend merk ik dat ik ook nog niet helemaal hersteld ben van het iets te weinig slaap. En de drukte die je gewoon hebt, hoe leuk die ook is. Maar omdat je toch alles alleen moet doen, merk ik dat het een beetje vermoeiend is geweest. Dus ik hou me gewoon puur op de was vouwen, een beetje een was draaien en lezen natuurlijk. Want ik wil deze week mezelf echt even flink uitdagen. Ik ga zo weer verder in Schaduwstrijder. Ik heb gisteravond nog op mijn telefoon een hoofdstuk in Jo Nesbø gelezen. Dus dat kabbelt een beetje voort. Maar hier wil ik vandaag toch wel een flinke ruk in maken. Ik zit op pagina 82. Ik wil zeker 100 pagina's lezen vandaag. Het liefst meer. Ik hoef eigenlijk 1 keer de deur uit om Fenna naar hockey te brengen. Maar voor de rest kan ik gewoon me op het lezen storten. Dus deze moet deze week sowieso uit. En ik hoop eigenlijk morgen, uiterlijk. Dan wil ik deze week het dagboek van Renia Spiegel lezen. Van Renia Spiegel met haar zus Elisabeth Bellak. Dit is een dagboek van een Joods meisje. Ik denk dat dit namelijk best wel vlot leest, denk ik. Dus ik denk, laat ik die dan ook erbij pakken. Die is iets over 300 pagina's volgens mij. 377. Dus een gemiddeld aantal bladzijden. Dus deze wil ik eigenlijk ook deze week lezen. En dan denk ik dat ik nog... Oh, lastig. Ik ga sowieso Harry Potter ook weer verder luisteren. Die heb ik even een kwartstandje sneller gezet, waardoor ik minder uren heb. Dat vind ik dan toch leuk, want dan zie je opeens het aantal uren wat je nog moet lezen een heel stuk dalen. Dus dan denk je, yes, dan heb ik hem sneller uit. Even kijken. Wat ik daarna ga lezen, weet ik nog niet. Ik heb namelijk nog romans, ik heb thrillers, ik heb nog van alles wat, recensie-exemplaren, maar ook boeken van series die ik dit jaar uit wil lezen. Dus ik ga even kijken waar ik op dat moment zin in heb. Maar in ieder geval Schaduwstrijder en dit dagboek sowieso. Maar omdat ik mezelf echt wil uitdagen, wil ik er zeker 1 of 2 boeken nog bij. Dus dat ik deze week wel weer een beetje op 4 boeken kom. Het is een rustigere week dan vorige week. Alleen is Amy vrijdagjarig, dus dan komt er wel visite. Dus dan zal ik niet heel veel lezen. En zaterdag vieren we haar verjaardag voor alleen Andries familie. Maar dat is maar een paar uurtjes. Voor de rest houden we het lekker rustig. Dus we gaan het zien. Ik ga nu lekker naar beneden lezen en even lekker tot rust komen. Dat heb ik wel even verdiend, vind ik zelf. Dus tot later. Zo, ik zou nog even een update geven. Het is 9:05. En Thomas is gelukkig snel in slaap gevallen. Want gisteren was het natuurlijk een uurtje of 11:15. Toen hij maar bij mij in bed in slaap is gevallen. Want hij zat elke keer stiekem te lezen in zijn bed. Tuurlijk ben ik dan heel blij dat ik een kind heb wat stiekem leest. Maar als het zo laat is, is dat niet zo verstandig. Ik ben vandaag een heel stuk opgeschoten in Schaduwstrijder. Ik zit op pagina 206. Wat inhoudt dat ik nog, even spieken, ongeveer 63 bladzijden moet. Als ik boven zou blijven zitten, zou ik dat waarschijnlijk wel halen. Maar mijn ene oudste, Amy, zit nu alleen beneden. En ik denk dat ik wel gewoon even naar beneden ga. Maar de televisie staat dan aan. En dan ben ik wel snel afgeleid. Maar ik ga gewoon proberen beneden verder te lezen. Fenna die stuurt net dat ze op de fiets terug is naar huis vanuit de hockey. Het is wel donker, maar ze heeft haar live locatie aan. Dus ik kan zien waar ze is. En ik kreeg nog leuke post van Waterstones. Melamander van Thomas Taylor.
Een Engels kinderboek. Ik ben op het moment erg van de kinderboeken. Special edition. Kijk, dit is de zijkant. De zijsnede met alle pagina's. Die heeft een hele gaaf opdruk. Dus daar was ik meteen verliefd op. Ik hou van special editions. En deze heeft Gavin, die YouTuber, ook al wel eens behandeld op zijn blog. Als zijnde een aanrader om te lezen. Dus ik dacht, voor die paar euro ga ik die bestellen. En die kwam dus vandaag binnen. Ik ga dus vanavond nog verder lezen. Dan heb ik sowieso morgen deze uit. En dan ga ik dus in het dagboek van Renia Spiegel. Spiegel. Ja, ik denk, ik wil elke keer Spiegel zeggen, maar het zal wel gewoon Spiegel zijn. Daarin wil ik dan beginnen. En ja, ik heb nog heel veel. Weet je wat het ook is? Ik heb natuurlijk een hele grote TBR-stapel, maar het zijn ook heel veel met hele dikke boeken. Dus het oogt ook gewoon heel massief. En dat is het ook, want ik heb echt heel veel boeken neergelegd voor deze maand. Maar ja, ik hoop er gewoon nog een paar van die dikke pillen weg te kunnen lezen. Het zou wel lekker zijn, want nou ja, we zitten nu op de helft van de maand. En ik ben nog niet heel erg tevreden met wat ik heb gelezen, want er zitten sowieso twee graphic novels bij. En dat is natuurlijk, dat, nou ja, dat telt eigenlijk niet. Maar ja, hierin ga ik nu lekker verder beneden. En nou ja, dan zien jullie mij morgen weer. En morgen is het dinsdag, heb ik ook vrij weinig. Dan is Svenna ook weer naar school, dus dat is ook wel lekker. Dan heb je geen kind thuis, geen tandarts, geen afspraken. En nou ja, morgen kan ik wel een dag hebben dat het goed met lezen, zeg maar, gaat lukken qua hoeveelheid. Maar ja, dat is weer morgen. Dus, fijne avond. Ik weet niet wat ik met mijn hand wil doen, maar in ieder geval fijne avond en tot morgen. Morgen, het is dinsdagochtend, nog lekker vroeg. En ik heb net Schaduwstrijder uitgelezen. Ik ben gisteravond, ik kon hem niet wegleggen. Ik ging daardoor ook wel weer iets te laat slapen, maar ik wilde hem eigenlijk uitlezen, maar de laatste 6 pagina's, mijn ogen vielen dicht. Ik denk, nou, geef het op. Ik moet het gewoon tot de volgende ochtend houden, zeg maar. Dus ik heb hem vanmorgen uitgelezen. 4 sterren geef ik hem. Het is wel een boek waar je focus bij moet houden, want er lopen in het begin zeker verschillende verhaallijnen door elkaar. In het heden en in het verleden. En dan moet je toch echt even schakelen soms. En dat, dat vond ik soms een beetje lastig als ik te veel afleiding of rumoer om me heen had. Maar toen ik er eenmaal in zat, heb ik hem echt, nou ja, heel snel uitgelezen. Ik vind het ook echt een thriller voor, ook wel een beetje een mannen-thriller. Want het is ook best wel een beetje technisch. Niet dat vrouwen geen technische thrillers leuk kunnen vinden. Maar ik zou dit ook best wel als een mannen-thriller adviseren. Stoer, het gaat over die deeltjeselementen om, nou ja, in allerlei laboratoria waar ze dat maken. Maar er wordt dus op een gegeven moment misbruik van gemaakt. Er worden een soort mensen gecreëerd die onverwoestbaar zijn, supersterk. En nou ja, er is wat gaande in het buitenland waar dat dus een beetje wordt misbruikt. En daar gaat dus een eenheid achteraan. Daarin, in die eenheid, beginnen ook wat dingetjes. Nou ja, niet helemaal te lopen zoals ze moeten lopen. Hoofdpersonage Suzanne, die zit bij de CIA en die wordt nou ja, een soort van haar taak afgezet. Dat vindt ze al een beetje vreemd hoe dat is gegaan. Ze is net bijna met een helikopterongeluk om het leven gekomen. Net op het moment dat ze dus zeg maar weg moet. En daar zit al een luchtje aan. En zij besluit zeg maar op eigen houtje zich bezig te houden met dat onderzoek naar die schaduwstrijders. Die mensen die uit het niets opduiken en massamoorden plegen. En wie zijn die mensen? Waar komen die vandaan? En met een tip die zij krijgt, gaat zij met wat een oud collega en nog wat andere kennissen, gaat zij op zoek naar, nou ja, de oorsprong van de schaduwstrijder. Nou, een beetje ingewikkeld van, maar het is ook best wel ingewikkeld om het uit te leggen. Uiteindelijk komen er natuurlijk allemaal dingen boven water. Mensen die zeggen het ene te zijn, maar stiekem toch andere, nou, een andere agenda erop nahouden. Dus absoluut een spannende actietriller. En die gaat op mijn gelezen stapel. Ik heb mezelf voorgenomen dat ik deze week minimaal 4 boeken wil uitlezen. Nou, ik heb er nu 1 uit en mijn volgende wordt deze. Het dagboek van Renia Spiegel, het herontdekte dagboek van een Joods meisje in het ghetto van Warschau.
Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk, dit is natuurlijk weer heel wat anders dan wat ik net uit heb gelezen. Maar ik denk dat ik hier op zich best wel snel doorheen kan gaan. Er zitten voor mij ook best wel veel dagboekstukjes tussen. Er zitten ook foto's in. Niet heel veel, maar wel ook een paar. De boekenlegger die erbij hoort. Dus ik ga hier lekker zo in beginnen. Ik wil ook vandaag verder aan de trap. Want ik ben mijn traptreders natuurlijk aan het vervangen met nieuwe tapijtstukken. Is een flink werkje, maar elke keer doe ik een paar tredes per dag. Dus dat ga ik nu eerst doen, denk ik. En daarna ga ik lekker lezen. Ik moet nog even bloggen, maar ik wil hier een flinke ruk in maken vandaag. Even kijken hoor. Ik wil, denk ik, vandaag even zien. Zou 100 pagina's redelijk zijn? Dan zou ik dit moeten lezen. Ik ga gewoon voor 100 pagina's vandaag, minimaal. Want anders red ik het nooit om 4 boeken uit te lezen deze maand. Want de andere boeken, mijn TBR, zijn natuurlijk ook nog eens vrij dik. Dus ik ga mijn best doen. Ik zal een update geven later. En dan horen jullie wel hoe ver ik ben gekomen. Kijk of ik een hoedje op heb nu zo. Zo, nou ja. Laat maar. Tot later. Zo, het is 4:30, maar ik denk ik geef even een update, want ik weet niet of ik er vanavond nog aan denk. Ik ben al op pagina 127, maar dan moet ik wel even wat opbiechten. Het is een dagboek van een Joods meisje. Het wordt ook vergeleken met Anne Frank, maar die vergelijking is natuurlijk lastig. Het zijn wel twee meisjes van een beetje dezelfde leeftijd, twee Joodse meisjes, maar voor de rest, ze wonen ieder in een ander land. Het is toch anders. Zij zit tot nu toe nog niet ondergedoken. En dat zat Anne Frank natuurlijk al wel. Renia Spiegel is een slim meisje. Dat lees je ook wel aan de manier hoe zij haar dagboek schrijft. Ik had wat meer verwachting op het gebied van persoonlijke ervaringen omtrent de oorlog. Maar dit dagboek is eigenlijk een dagboek van elk 15, 16-jarig meisje die verliefd is, die naar school gaat. Het enige is natuurlijk, haar moeder woont niet bij haar. Die zit in Warschau, terwijl zij bij de opa en oma woont. En bijna elk stukje dagboek eindigt ze ook met mama, ik wou dat je hier was. Mama, waar ben je? Eigenlijk bijna allemaal. Ook heeft zij, of had zij, in haar dagboek alle vriendjes, vriendinnetjes, zusje, vader, moeder, heeft ze wel misschien sommige 5 verschillende koosnaampjes gegeven, wat voor de lezer ook een beetje verwarrend is. Ik heb af en toe lees ik een stuk en heb ik geen idee over wie ze het heeft, omdat ze weer andere benamingen gebruikt. Ze kan ontzettend prachtig dichten. Kom, ze leeft natuurlijk niet meer. Dus bijna elke passage uit haar dagboek gaat over verliefdheid, school, dat soort dingen. En heel veel gedichten. Nou heb ik in het begin de eerste 50 pagina's alle gedichten gelezen. Maar ik ben niet zo'n liefhebber van gedichten. Ik vind een paar leuk. We hadden vroeger een Toon Hermans kalender. Dat vond ik leuk. Maar daar houdt het wel mee op. Dus ik ben nu zover omdat ik alle gedichten oversla. Het pakt mij. Die gedichten pakken mij gewoon niet. Het kan. Ze heeft absoluut daarin prachtige gedichten geplaatst in haar dagboek. Maar ik heb ook een beetje het idee, een dagboek schrijf je voor jezelf. Niet zozeer om door heel de wereld te worden gelezen. En dat merk je ook. Voor haar waren al die liefdesperikelen en wat er op school gebeurde en al die persoonlijke frustraties dat ze de moeder niet heeft, waren voor haar heel persoonlijk. En worden ook heel van de hak op de tak beschreven in zo'n dagboek. Dat het voor de lezer ook gewoon af en toe niet te volgen is. En daarom had ik gehoopt dat ik iets meer over dat ze schrijft. Bijvoorbeeld dat ze uit het raam kijkt en ziet dat de oorlog, dat wat meer beeldend. Het is, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is, wat kan ik er verder van zeggen? Ik had er misschien iets te hoge verwachtingen van. Dat is het denk ik meer. Maar dit is gewoon het alledaagse leven van de 16-jarige, wat hier in huis natuurlijk ook is. Met ik vind die jongen leuk en hij vindt mij niet leuk. En ik heb een recensie van iemand gelezen die zegt dat het nawoord van haar vriendje, die de oorlog dus wel heeft overleefd, en haar jongere zusje,
dat eigenlijk nog het meest een beeld geeft van hoe het voor Rena was om in de oorlog te leven. Dus nou ja, daar kom ik vanzelf wel op. Misschien dat ik hem, omdat ik hem nu zo snel lees, nou ja, vanavond of morgenochtend al wel uit zou hebben. We gaan het zien. Ik lees gewoon verder. En dan merken jullie het wel. Daarnet belde de postbode aan, omdat hij 4 pakketjes had. Brievenbuspakketjes weliswaar, maar we hebben een buiten brievenbusbox, dus dat paste er niet in. En daarbij zat Roes van Kaya Kazemeer van uitgeverij Ploegsma, met een hele intrigerende cover. Ik weet niet of je het zo ook kan zien, maar in mijn beleving lijkt het net of het draait, zeg maar. Dit is een boek die voor mijn dochters ideaal is. Het gaat over drinken, blowen en lachgas, hoe dat bij jongeren, zeg maar, bij feestjes aan bod komt. En er staat er ook, ieder voor zich moet bepalen wat ze ervoor over hebben om erbij te horen. Dus ik had deze aangevraagd om door mijn dochters misschien voor Nederlands te lezen. Voor Thomas kreeg ik binnen Het leven van een allerbeste vriend, logboek van Theo Thorbecke. Nou ja, bekend illustrator Jeff Kinney. Die heeft het geïllustreerd. En dat is natuurlijk weer met allemaal leuke tekeningetjes en zo. Dus daar zal hij wel heel erg van genieten. Dit boek zit nog in plastic. En ze leven nog lang en gelukkig. Sprookjes van de Efteling. Hier was ik zelf heel erg benieuwd naar. Dus die ga ik even uit de plastic halen en bekijken vandaag. En ik kreeg nog binnen het grote kinderkookboek van Karin Luiten, zonder pakjes en zakjes. Ook van Ploegsma. En nou ja, dit lijkt me heel erg leuk voor in de vakantie dadelijk, in de herfstvakantie. Dat de meiden eens een keer voor mij gaan koken. Want hierin zijn dus echt heel veel recepten die speciaal zo gemaakt zijn dat kinderen ze kunnen maken. Mini pizza kiesjes bijvoorbeeld. Nou, ik teken er voor een avondje niet toe voor koken. Dus dat was weer heel veel leuke post. Ben ik heel erg blij mee. Ik ga weer verder hierin. Het zou mooi zijn als ik deze daardoor wel heel snel uit heb. Want dan is het morgen woensdag. En dan heb ik nog flink wat dagen om bijvoorbeeld dus nog 2 boeken te lezen. Wat ik heel graag wil. Dus, mijn doel voor vanavond is heel ver hierin komen. Wellicht uit. Zou mooi zijn. En dan ga ik weer een ander boek pakken. Maar we gaan het zien. In ieder geval heb ik een beetje beschreven waar het over gaat. En mijn bevindingen tot nu toe. Ik zou het nu 3 sterren geven. Als ik nu een aantal sterren moet geven is 3. Maar ja, ik heb nog een flink stuk. En als het alleen nog maar over ik hou van die jongen en ik mis mijn moeder. Dan wordt het natuurlijk een beetje saai, ben ik bang. Maar ja, wie weet neemt het opeens een andere wending. Komt opeens die oorlog wel veel meer in beeld. Ik wacht het rustig af. In ieder geval, ik denk niet dat ik vanavond nog een update geef. Dus het zal waarschijnlijk morgen worden. Maar dan zien jullie mij morgen weer. Dus doeg! Toch nog even een korte update. Ik heb er stukjes nog uitgelezen. En de laatste pagina's wat geschreven is door de zus die het wel heeft overleefd. En ik leg hem nu gewoon weg. Het dagboek zelf is gewoon over, ik ben verliefd op die jongen, hij ziet me niet staan, hij ziet me wel staan. Gewoon het alledaagse, de perikelen van een 16-jarige. Wat heel normaal is als een meisje in een dagboek schrijft waarvan ze niet ervan uitgaat dat het wordt gepubliceerd. Is dat ook de bedoeling, dat het niet wordt gelezen door anderen. En zo leest het ook. Het boeit mij te weinig om daar heel erg veel tijd aan te besteden, omdat ik niet geïnteresseerd ben in het liefdesleven van een 16-jarig meisje. Ik heb er hier in huis 2 pubers rondlopen. Ik ken dit soort perikelen. Bij Anne Frank, waar dit boek wel mee wordt vergeleken, dat vind ik niet terecht. Anne Frank wist op een manier te schrijven over, ook over de oorlog, over wat ze buiten zag als ze stiekem naar buiten keek, hoe het met de kosten van het eten ging, het voedsel rantsoeneren, de onderlinge relaties door de stress van het onderduiken. Daar was veel meer beschreven over wat de oorlog met haar deed. En dat is in dit boek niet het geval. Dit meisje wilde gewoon waarschijnlijk de slechte dingen die er gebeurden vergeten. En alleen maar schrijven over positieve dingen en wat op haar hart lag op dat moment. Gewoon een 16-jarig meisje die wil schrijven over de dingen wat normaal is voor een 16-jarig meisje. Het einde wat door haar zus is verteld, hadden ze eigenlijk gedurende het boek tussendoor moeten
plaatsen, denk ik. Dan had je ook bepaalde dagen, als er een dag van een van Renia werd beschreven. Of nou ja, dat ze dat zelf schreef in haar dagboek. En achterin het boek is van diezelfde datum ook wel eens een stukje van haar zus geschreven. Dat hadden ze eigenlijk naast elkaar moeten leggen. Dat je ook las hoe verschrikkelijk het al was in die tijd. Wat er al gebeurde buiten in, op straat door de oorlog. Dat heeft Renia niet allemaal beschreven. En daardoor werd het gewoon heel saai in mijn opinie. Dus dat had misschien het boek wat meer... diepgang gegeven, wat meer begrip, denk ik ook wel. En dat is dus hier niet het geval. Dus ik heb een groot deel gelezen, maar ook een groot deel niet. Ze was een fantastische dichtster. Dat zie je ook duidelijk in haar dagboek. Als zij was blijven leven, had ze daar waarschijnlijk heel veel mee kunnen doen. Maar het verhaal aan zich... interesseerde mij, of het dagboek eigenlijk interesseerde mij te weinig om daar heel veel over verder te lezen. Ik vind het ook heel moeilijk om dit boek dan sterren te geven. Want je gaat een dagboek van een meisje van 16 beoordelen op wat je normaal een boek beoordeelt. En dat is eigenlijk niet fair natuurlijk. Qua hoe het me boeide heb ik het 2 sterren gegeven. Ja, 2,5 meer kan ik er echt niet van maken. Maar dat is natuurlijk ook een beetje raar, want... Nou ja, dat meisje heeft het ook nooit bedoeld als een dagboek wat gepubliceerd zou moeten worden. Als dat in haar gedachtegang was gekomen, had ze waarschijnlijk veel meer verteld over de echte invloeden van de oorlog en zo. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet over in dat dagboek. Ik heb het nu, laat ik het met rust. Ik leg hem op de stapel van gelezen boeken. Ik beoordeel het ook gewoon als een gelezen boek, ondanks dat ik niet alles ervan heb gelezen, maar... Voor mijn gevoel het boeiendste stuk over wat er echt met haar is gebeurd uiteindelijk. En hoe ze aan haar einde is gekomen. Ik kom zo, Thomas. Dat heb ik gelezen. Dat vond ik interessant. En dat zou ik dan beoordelen wel op 3,5 ster ongeveer. Dus laten we dan zeggen gemiddeld 3 sterren. Als ik er dan toch sterren aan moet geven. Ja, ik kom. 1 moment. Dus... Nou ja, ik word geroepen. Duty calls. Ik ga boven nu een ander boek pakken om te lezen. En ik weet nog niet welk het wordt. Dat zien jullie morgen. Doeg! Goedemorgen op deze Bad Hair Day. Ik heb een hele rare pluk. En hij is net te kort om achter mijn oor te gaan. En hij is te lang. Nou ja, het ziet er gewoon niet uit. Woensdag is het vandaag. Het zonnetje schijnt. Het is wel koud, maar dat vind ik niet zo erg. Maar een stralend zonnetje. En Thomas is net naar school. Vella is net naar school. Amy ligt in bed. Die is niet lekker. Dus die, die is een dagje thuis. Ze hebben morgenavond ook het schoolfeest. En ze is vrijdag jarig. Dus ze was bang dat als ze toch naar school zou gaan, ondanks dat ze niet zo lekker is, dat het misschien dat ze niet goed uitziet en dat ze dadelijk ziek is met het schoolfeest en een verjaardag. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Dus die ligt lekker in bed. En Thomas is natuurlijk maar kort op school. Dus een lekker kort dagje. En voor de rest hebben we geen verplichtingen. Dus dat is ook wel eens lekker. Ik ga verder vandaag in Vortex. Ik heb natuurlijk gisteren Renia Spiegel een soort van half gedNF'd. Wat staat voor Did Not Finish. Voor degenen die dat niet weten. Omdat het, het pakte me niet. En dat heb ik al helemaal uitgelegd gisteren, dus dat ga ik niet nog een keer herhalen. En ik had nu zin in een thriller. Deze staat volgens mij ook al een aantal maanden op mijn TBR. En ik zal even voorlezen waar het over gaat. In Reykjavik wordt een tijdcapsule gevonden met daarin brieven van 14-jarige schoolkinderen die voorspellen hoe hun leven er in 2016 uit zal zien. Tussen de brieven bevindt zich ook een lijst met initialen van mensen die vermoord zullen worden. Hoewel de brief niet serieus wordt genomen, roept politieman Huldar de hulp in van kinderpsychologe Freya bij de ondervraging van het kind dat deze boodschap schreef. De gevonden brief wordt echter urgent wanneer verschillende lichaamsdelen opduiken in de stad, gevolgd door de moord op een man wiens initialen op de lijst voorkomen. Huldar en Freya zullen de moordenaar moeten vinden, voordat die alle slachtoffers op de lijst heeft vermoord. Nou, het is sowieso een Scandinavische thriller en daar heb ik een zwak voor, want die vind ik vaak heel sfeervol, heel goed in elkaar gezet, goede plot twisten. Het is het tweede boek van deze auteur. DNA was haar eerste, die heb ik trouwens niet gelezen.
had ik wel willen lezen. Of nou ja, misschien ga ik hem nog lezen, maar het is er gewoon nooit van gekomen. Ik ben gisteren tot pagina 41 gekomen. Ik was best wel moe en nou ja, ik heb ook nog een stuk van een serie op Netflix gekeken. Mindhunter heet die volgens mij, op aanraden van mijn zusje. Dus ik heb het een beetje afgewisseld met lezen. Maar ik ga vandaag weer verder en ja, ik hoop toch wel 100 pagina's te lezen. Want dit is ook weer een boek met meer dan 400 pagina's. En zo heb ik er nog wel meer op mijn stapel liggen. En als ik toch een beetje die stapel wil wegkrijgen, dan zal ik zeker 100 pagina's per dag moeten lezen minimaal. Ik heb ook nog even Harry Potter op Storytel geluisterd, want die moet ook deze maand afgeluisterd worden. Dan is dat ook klaar. En ik heb niet in Jo Nesbo verder gelezen. En dat is dan wel weer een beetje dom van mij, want Jo Nesbo is een thriller en dit ook. En als ik dat door elkaar ga lezen, kan beter verschillende genres door elkaar lezen om niet afgeleid te, of tenminste dat ik dingen door elkaar ga halen. Maar ik ga nu gewoon lekker in deze verder. Zoals jullie misschien al zagen, staat mijn ijskoffie, ondanks dat het koud is buiten, vind ik dit toch erg lekker. Die staat klaar. Ik ga alleen verder een beetje met de was bezig, bloggen en gewoon lekker genieten van de rustige dag. Ik was namelijk gisteravond ook wat last van mijn maag en een beetje misselijk. Dus nou ja, misschien heerst er wat in huis. Oh, kijk, dan gaat die ook. Tijd dat ik naar de kapper weer een keer ga, want het is een beetje hopeloos. Maar in ieder geval, ik ga lekker lezen en wellicht dat ik later weer een update geef. Jullie zullen het wel merken. Doeg! Morgen, het is donderdag 17 oktober en alles is weer naar school. En ik heb mijn boodschappen al in huis gehaald. Ook taart en zo, want Amy is morgen jarig, dus vandaag is een dag met het huis aan kant, versieren, de strijk wegwerken, de trap bovenaf maken, de was wegwerken. Want er komen een paar drukke dagen aan. Gezellige dagen, maar wel druk. Vanavond hebben de meiden schoolfeest. In Nooddorp is dat. Ik ga brengen. Nou, degene die zou halen, dat meisje, dat gaat opeens niet meer. Dus ik moet nog even wat regelen om die meiden om 12 uur daar op te halen. Want dat ga ik niet doen, want ik laat Thomas niet alleen thuis. Dus dat is nog even een stresspuntje. Even denken hoor. Morgen is Amy jarig. Dan komen mijn moeder en mijn zusje overdag. Al vrij vroeg. Dan gaan we gewoon een gezellige dag houden. Zij gaan mee naar de hockey. Daarna gaan we met z'n allen bij de Mac eten. En dan gaan zij naar huis. En dan in de avond komt mijn vader, bonusmoeder, één broertje en mijn volle broer met zijn vriendin waarschijnlijk ook nog even op verjaardagsvisite. En zaterdag komt de familie van mijn manskant voor de verjaardag, zeg maar. En dat is met allemaal nichtjes en neefjes. Dus dat is echt een hele volle, drukke boel. Allemaal heel gezellig, maar dat vergt ook wat voorbereidingen. Vandaag wil ik wel weer verder in Vortex. Het is echt weer een geweldige thriller. Ik zit op pagina 164, dus ik heb iets meer dan 100 pagina's gelezen gisteren, maar ik kon hem ook eigenlijk niet wegleggen. Ik zit er nu helemaal in. Het gaat natuurlijk over die tijdmachine waarin kinderen 12 jaar geleden. 12 jaar geleden was het. Volgens mij 12 jaar. Nou, in ieder geval 12, 14 jaar geleden een briefje hebben gedaan met hoe het er in 2016, dus in de toekomst voor hun, wat er zou veranderen, hoe de wereld eruit zou zien. En daar zit natuurlijk een briefje bij met initialen waarbij staat deze mensen zullen in 2016 worden vermoord. We volgen die verhaallijn, zeg maar, over wie dat heeft geschreven. Die jongen is nou gewoon in de 20, wel een beetje troubled. En hij blijkt dus ook weer een linkje te hebben met het beginstukje in het verhaal waarbij een meisje nieuw op school is, die wacht op haar vader die haar op zou halen, die komt niet. Een klasgenootje, een beetje een apart meisje, vrij stil, mist een paar vingers. Dat vinden kinderen al helemaal gek. Maar dat meisje zegt, nou ja, kan ik misschien bij jou thuis even naar mijn vader bellen, want hij is er nog niet en ik zit al zo lang te wachten. Dat meisje twijfelt een beetje, maar ja, oké, ze wil ook wel graag vriendinnen maken, want dat heeft ze niet op school. Dus die neemt haar mee, een beetje een armoedig aftans huis. En daarbinnen gebeurt al iets. En dat is al het begin van het verhaal dat je denkt, hey, er is iets vaags. En die verhaallijnen komen op een gegeven moment tot elkaar. Er wordt in een hot tub, in een tuin, twee handen gevonden, afgehakte handen. In het heden, dus in 2016. Ze kunnen alleen niet achterhalen van wie die handen zijn. Dus of dat te maken heeft met de initialen van dat briefje van die jongen destijds. Het is allemaal mysterieus en sommige dingen denk je, oh, dat zal misschien wel met elkaar te maken hebben. Maar dan, nou ja,
Heerlijke thriller. Ik ga er straks lekker mee verder. Ik heb met de boodschappen mijn bekende Douwe Egberts cappuccino karamel gehaald. Ik vind dat toch wel de lekkerste van Douwe Egberts. En ik ga even zitten. Daarna is het wassen, wegwerken, strijken. Dat doe ik dan weer met Harry Potter op Storytel aan. Dus een dagje waar het huis een beetje aan kant raakt. De trap hopelijk helemaal klaar is dan... kijk, ik zal het even laten zien. Ik kan het wel een keer zeggen, maar volgens mij heb ik het nog niet laten zien. Deze trap is al klaar. Tadaa! Hier zaten dus roze dingen op. En die waren al... Nou, Amy wordt morgen 15. Die waren denk ik al 13 jaar. Helemaal versleten en zaten los. En het was nu echt wel tijd om dat te doen. Maar ja, mijn man is geen klusser. Ik van mezelf ook niet. Ik heb altijd liever zoiets van... Ik laat het iemand doen. Maar nu was het wel tijd. En ik heb nu al een paar weken de drive om het huis verder op te knappen. Dus deze zijn nu allemaal klaar. En de trap boven moeten nog 6 treden. Dus daar ga ik... Oeh, overlicht. Daar ga ik straks lekker mee verder. Maar eerst even mijn vaste ritueel... Mijn bakkie ijskoffie en even lezen. Mijn doel voor vandaag zeker 100 pagina's. Moet lukken, want vanavond zijn de meiden natuurlijk naar het schoolfeest. En als Thomas slaapt, kan ik gewoon doen wat ik wil. En dat houdt in lekker lezen. Dus ik geef vanavond wel even een update. Doeg! Goedenavond. Ik moet een beetje zachtjes praten, want Thomas ligt net te slapen. Een beetje laat, maar ja, ik moest de meiden naar het schoolfeest brengen en dan... Gaat het allemaal wat later, allemaal zeg maar met het naar bed brengen en zo. Maar hij slaapt. Ik ben ook heel ver gekomen vandaag. Ondanks alle klusjes die ik heb gedaan. Want kijk, deze trap is nu ook klaar. Ik ben echt super trots op mezelf. Ik zit op pagina 333. Dus ik heb al de ruim 100 pagina's gelezen. Dus ik moet nog dit stuk. Dat ga ik vanavond niet meer redden. Ik weet niet of ik wakker blijf tot de meiden komen. Ik denk dat ik ga nu douchen. En ik denk dat ik dan beneden op de bank met een dekentje en een kop thee lekker verder ga lezen. En als ik wegzak, dan merk ik het wel. Ik blijf wel beneden totdat ze thuis zijn. Dus dat is wel een veilig idee als je weet dat ze weer veilig zijn thuisgekomen. Ze worden gelukkig thuisgebracht door de moeder van een vriendinnetje van Fenna. Dus dat is helemaal geregeld. Zullen wel vol verhalen zitten. Die komen natuurlijk helemaal hyper de piep thuis. Terwijl ik als een oud wrak naar mijn bed wil. Maar morgen heb ik niet heel veel tijd om te lezen op Amy's verjaardag. Dat is logisch. Dus ik hoop vanavond nog heel ver te komen in het boek. Zodat ik misschien morgenochtend, als iedereen naar school, of tenminste de meiden gaan later naar school vanwege het schoolfeest ook. Maar misschien dat morgenochtend voordat mijn moeder en mijn zusje komen om 10 uur, dat ik nog even een stuk kan lezen. Wie weet heb ik hem morgen dan gewoon wel uit. En zaterdagochtend en avond heb ik tijd en zondag hebben we ook niks. Dus het weekend kan ik in ieder geval nog weer een nieuw boek starten. Dus dat is wel weer een fijn vooruitzicht. Ik ga nu lekker douchen en dan naar beneden. Lekker onder een dekentje, kaarsjes aan. Nog even lekker van alle rust in huis genieten met mijn boek. En dan, ik hoop morgen even te kunnen vloggen. Het ligt er een beetje aan hoe het loopt met de visite en zo allemaal. Maar dat merken jullie wel. In ieder geval, fijne avond. Doeg! Morgen op deze mooie vrijdag 18 oktober. 15 jaar geleden werd ik mama. Mijn oudste dochter is vandaag 15 geworden. Dus we hebben een feestdag vandaag. Ze moet wel naar school, maar gelukkig pas laat. Want ze hebben natuurlijk gisteren dat schoolfeest gehad. Dus die kwamen pas om 12:15, 12:30 ongeveer thuis. Dus... Fenna heb ik net om 8:55 uit haar bed getrokken, want die had zich verslapen. Maar ze heeft het op tijd gered. Over een half uurtje ongeveer komen mijn moeder en mijn zus. Zusje. Ze is wel langer dan ik, maar ze is wel jonger. Die komen een gezellig dagje voor Amy's verjaardag. Dus we gaan eerst even taart eten als Amy er nog eens cadeautjes doen. En dan gaat Amy even naar school en dan gaan wij even het winkelcentrum in. Even wat boodschapjes halen en... Mijn moeder en mijn zusje willen eventjes het winkelcentrum zien, wat natuurlijk in de steiger staat. Hier in Leidschendam, dat wordt het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Dus daar zijn ze al jaren druk bezig, dus ze willen even de vorderingen zien. En dan gaan ze ook mee naar de hockeytraining die, van Thomas en die de meiden geven. Daarna lekker naar de Mac en vanavond ook weer visite. Dus ik heb niet heel veel tijd om te lezen. Wellicht vanavond nog voordat ik ga slapen. Maar ik weet van mezelf dat ik vaak dan wel echt back af ben. Want ik heb natuurlijk vannacht ook niet heel veel geslapen. Dus ik ga nu nog even een half uurtje lezen. Ik ben gisteren gekomen tot 346. Dus ik moet nog even kijken.
100 pagina's vandaag. Zou moeten lukken op een normale dag, hè, als ik veel tijd heb om te lezen. Vandaag weet ik het niet, maar anders heb ik hem sowieso morgen uit. Dus het is namelijk een hele spannende thriller en ik word van het ene moment dat ik denk, oh, zo zit het in elkaar, denk ik 10 bladzijden later, misschien zit het toch zo. Dus het is ook echt nog dat ik totaal geen idee heb wie of wat achter die moorden zit en dergelijke. Ik ga nu dus even lekker lezen. Ik weet niet of ik vanavond nog een update geef, want ik gok dat mijn vader en consorten, die komen pas rond 8:30. Dus ik denk dat die zeker pas tegen 10 misschien naar huis gaan. En ik denk dat ik dan ga douchen en mijn bed induik. Maar we gaan het zien. Wellicht ben ik nog zo fit als een hoentje. En morgen kan ik ook wel een beetje uitslapen. Dus het zou leuk zijn als ik er vandaag uit heb. Dan kan ik in ieder geval morgen, voor en na de visite, in een nieuw boek beginnen. Maar we gaan het zien. Ik ga in ieder geval nu lekker lezen. En dan merken jullie het wel wanneer ik weer inlog. Doeg! Wij zijn moe. Het is zaterdag, bijna 7:00. En we hebben een hele drukke dag gehad. Ik ben nog niet moe. Ben je nog niet moe? Oh, nee, ik dacht dat ik nog op mijn computer mocht. Oh, maar ik ben wel moe. We hebben Amy haar verjaardag vandaag gevierd voor de familiekant van Andries. En daar zijn heel veel nichtjes en een neefje. Dus allemaal klein grut. Heel gezellig, maar heel druk. En dat ben je dan niet meer gewend als je eigen kinderen wat ouder zijn geworden. Dus we houden een lekkere rustige avond en morgen doen we ook verder helemaal niks. Ik ben zoetjes aan verder gaan lezen in Vortex. Ik zit op pagina 398. Dus die gaat vanavond wel uit. Ik ga hem lekker uitlezen zodat ik morgen fris kan starten in een nieuw boek. Ik ben nog even aan het filmen, Thomas. Ja, maar ik zeg het gewoon even. Ja, we kunnen zo samen naar boven. Ik kreeg ook nog leuke post. Deze heb ik gisteren ontvangen. Had ik zelf besteld hoor. Nimona, een graphic novel van Noël Stevenson. Ik had een berichtje op Facebook geplaatst in een boekengroep van zijn er nog tips omtrent graphic novels? En deze kwam ook een aantal keer voorbij. Dus die heb ik besteld. Want ik vind dat gewoon leuk om af en toe even tussendoor te lezen. Ik kreeg nog 2 recensie-exemplaren binnen. De Moord op Queen Tea van Tanja de Jonge van uitgeverij Holland. Een tienerboek, dus die kan naar een van mijn dochters om te lezen. Zit er eentje hier met dit oortje in, dus hoort het niet. Voor Thomas, De Meester is een vampierrat van Pamela Bouchard. Ook van uitgeverij Holland, met echt een vette cover. Echt heel stoer. En vandaag, zou eigenlijk gisteren komen, maar DHL die doet de laatste tijd alles behalve goed leveren. Want of ze komen niet en komen opeens een dag later terwijl je erop zit te wachten. Of ze komen wel, maar doe geen brief in de brievenbus als je er niet bent. En dan weet je niet waar je pakketje is gebleven. Maar vandaag kwam gelukkig Ninth House. Ik weet niet of Ninth House. Van Leigh Bardugo. Dit is de Illumicrate Edition. Met daarin een brief van de auteur. Ik ben heel erg benieuwd. Het schijnt echt een heel gaaf boek te zijn. Dus ik denk dat ik de maand december inplan voor heel veel Engelse boeken uit boekboxen, denk ik. Ik denk dat ik daar een maand voor ga plannen om een aantal van die gave boeken die ik in boekbox heb ontvangen te lezen. Want, lijkt me leuk thema voor de maand december. Ik ga hier lekker in verder lezen, zodat ik morgen een nieuw boek van mijn stapel kan pakken. Het is nu de 19e, dus morgen de 20e. Dan heb ik nog 11 dagen om nog even flink door mijn boekenstapel heen te gaan van mijn TBR. Dus morgen zal ik weer eventjes vertellen waar ik ben gebleven of dat ik hem heb uitgekregen vanavond en welk boek ik ga starten. En dan ga ik nu nog even chillen met deze schattige lieve jongen waarvan ze haar helemaal rechtop staat. Kijk nou, hoe zoet. Nou, is dat geen mooi einde voor deze dag vlog? Dus, ik ben wel arm. Ben je arm? Ja, ik heb €5,20 uitgegeven. Hij heeft €5,20 uitgegeven aan een spelletje. €5,20. Ja, aan een leuk spelletje op de computer. Maar ja, ik geef ook wel eens €5,20 uit aan boeken. Maar dan ben je niet arm, Thomas. Je bent rijk met je nieuwe spelletje. Ja, maar spelletjes geven toch niet geld? Nee, maar je hebt er wel plezier van. Ja, maar ik heb nog steeds wel heel veel muntjes. Ja, hij heeft nog steeds heel veel muntjes. Dus komt helemaal goed. Morgen kom ik bij jullie terug om een nieuwe update te geven. Doeg! Ik ben...
Goedemiddag deze zondag. Het is 2:30 bijna. Ik heb weer lekker uitgeslapen, maar ik ben vandaag echt wel lui. Gewoon omdat je zo weer drukke dagen achter de rug hebt, dan komt die moeheid er volgens mij gewoon een soort van uit vandaag. Ik heb wel al met Thomas even boodschappen gedaan. En we gaan over een uurtje, 1,5 op de fiets. Thomas sowieso en Fenna volgens mij ook Amy niet. Gaan we even op de fiets naar mijn vader, want het is droog en een beetje herfstig weer. En al die blaadjes die overal liggen, dus dat is ook heel sfeervol. Dus gaan we even op de fiets naar mijn vader. We hebben ook onze beweging weer even gehad, wat de afgelopen weken qua fietsen niet echt ervan is gekomen. En tot die tijd ga ik even lekker op bed chillen. Ik heb een tuin vol geheimen uitgekozen om nu in te starten. Ik heb nog maar 5 pagina's gelezen of zo. Dus daar wil ik even een stuk in lezen vandaag. Om gewoon weer de week dadelijk weer goed af te sluiten qua boeken. Ik heb natuurlijk deze uitgelezen, Schaduwstrijder. Deze niet soort echt uitgelezen, maar gedeeltelijk, zeg maar. Vortex uitgelezen en dan wil ik hier in ieder geval een ruk in maken. En ik heb natuurlijk Harry Potter ook alweer flink geluisterd op Storytel. Ik heb net mijn video opgenomen voor de Believe-a-thon TBR. En daar heb ik dit boek, die eigenlijk voor deze maand op mijn TBR staat, meegenomen. Want deze kwam heel goed overeen met een prompt, omdat je een boek moest lezen die zich in het verleden afspeelde. En dat is deze. En het is een kinderboek. Dus ik heb die even stiekem van mijn TBR-stapel van oktober afgehaald. Maar dat maakt niet uit, want er ligt nog genoeg om uit te kiezen. Dus ik ga nu nog even lekker onderuit lezen. Ik hoop dat deze een beetje vlot leest. Meestal is dat wel met romans. En hij lijkt me erg leuk. Het gaat toch over een soort Engels landhuis. Familiegeneraties, ruzies, geheimen. Ja, ik hou er altijd wel van. Dus ik denk dat ik hier weer helemaal lekker even in kan wegdromen, zeg maar. Dus dat is mijn doel voor vandaag. Lekker lezen, even op visite bij mijn vader. En voor de rest doe ik niet heel erg veel. Wasje draait. Dus ik ben ook nog wel een klein beetje goed bezig qua huishouden. Maar nu, zo, huppakee, ga ik lekker lezen. Wel iets rechterop, want dit leest niet lekker. Maar ja, dat ziet er niet heel charmant uit als ik dat nu ga doen. Dus ik zal nog even vanavond een soort van afsluiter geven om de vlog af te sluiten. En dan zal ik jullie even vertellen hoe ver ik ben gekomen vandaag. En dan zien jullie dat straks. Doeg! Nou, ik heb gisteren dus niet de vlog afgesloten. Er was hier een soort van pubercrisis en Thomas wilde niet slapen. Dus ik was op een gegeven moment ook gewoon klaar mee. Het is nu maandag, dus ik denk ik sluit hem nu even af. Ik heb nog niet echt veel aan mijzelf gedaan. Zoals je ziet is mijn nacht ook niet heel denderend geweest. Maar ja, vakantie, dus we doen lekker rustig aan. Ik ben gisteren nog gekomen tot pagina 96, of tot en met 96. Dus ik ben best tevreden voor deze week. 2 boeken helemaal uitgelezen. Eentje, gedeeltelijk en hier een mooi begin in gemaakt. En ook nog wel Harry Potter geluisterd. Dus ik ben tevreden voor deze week. Ik had liever iets meer boeken willen lezen. Maar ja, ik heb gewoon met de verjaardag van Amy gewoon weinig tijd gehad. En dat zijn ook belangrijke dingen om lekker van te genieten. Dus het draait niet alleen maar om lezen natuurlijk. Dan ga ik bij deze gewoon de weekvlog afsluiten. Dankjewel weer voor het kijken. Leuk ook trouwens elke keer weer die reacties. En ja, als je vragen hebt, als je recommendations, dus aanbevelingen hebt van boeken, dan hoor ik dat graag. En dan zien jullie mij weer volgende week met de nieuwe leesweekvlog. Dus doeg!